ang Libaw Mantori. Siya na bakano na, siya Top SRS. Ang Libaw Mantori, tatap Radio SRS Suriname. Wij voeren nu terug naar de gloriejaren van ons voetbal. Ay boy, attend dat bij Suti Valk. Tentegi, bal bij Wasi Apisten dati. Ongi Balmantori. Was donkey de Ongi Balmantori na Deslandland legend. Mannen als Wesley Bundel, Arnold Miller, Edwin Wienerschaal. Maar ook de Benny Kianci, Clive McDonald, Roland Frando, Ludwig Simpson en een heleboel meer van de voetbal legends. Zou ook ons donkey de Ongi Tori kolbakken. Nostalgie van zo heb je me niet. Ongi Balmantori. Elke zondagmiddag om 3 uur live op 96.3 FM of www.radiosrs.sr. Ongi Balmantori. Sjone bakaruna, ja, tap SRS. Deze week in Ongi Balmantori, Clifton Sandvliet. SRS. Goedemiddag jongens en meisjes, dames en heren. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Ongi Balmantori. Het is zondag. Ja, zo'n best geen ina maand ineens alleen begin kom. Maar even bij de donkere wolken in een weer dat beetje tak in ook komt tjus. Feit is, we zijn er. We hebben zon nodig, we hebben regen nodig. Dus dan moest die in balans. En om zorgen dat hij natuurlijk hoe zou moest doen. Is Ongi Balmantori. We hebben vorige week bijzonder genoten van Clyde Maku McDonald. Angare Tori fu Maku nangare Dagu salo sabelone baka and so on Maku spoitu falak. Maar the bottom line is wel ook heeft kunnen delen met Suriname van aman carrière waka en soort stappen aman nemen allemaal in de carrière voor Doro Paman Bem Doro is op hele jonge ja vrij jong Amerika geblesseerd met een kindi waardoor hij dus 29 30 jaar aan tap playbal. Maar dan nog hebben we ook op veteranenniveau in de zaal daarna nog wel genoten van Clyde McDonald. Nou, elke week weer een andere overbalman, een andere legend die we in de studio hebben. En vandaag hebben we dus in de studio Clifton Sandvliet. Sancho, Nick van Somaikara man. Hij zit vandaag bij ons aan om ook met ons te delen die overbalmatori. Sancho van Waka. Ai. Ego Idoro. Ai, Idoro. Idoro, Idoro, Idoro. Ja, mide. Alles goed met je? Ja. Ego. Naar omstandigheden wel. Ja. In de Ouro, jongen, die maar eens hebt. No, man. Ouro, mijn viertak bij Ouro. Oh, je viertak bij Ouro. No, maar viertak bij Ouro. Het is niet aan te zien, dus dat nou boem zijn ook toen je Lucas Kimboem. Ja. En dat belangrijk trouwens. Ben Jamboe, Ben Jamboe wel. Ja, je naar Ouro sporten. Dat is van huis uit, Ben Jamboe. Ben Jamboe, je boort toe. 100%. Je naar Borman? Jawel. Zeg je zo? Nee. Oh, neem ik je baan. Zeg eens. Maar van deze kant uit wil ik alle luisteraars van harte welkom heten in het programma. Alle de passie, samen met mijn ghetto, mijn vleet. Ja, toen ik geboren wel naar Adrianenstraat, toen ik mijn op heel jonge leeftijd, gota naar vleet, en dat ben ik gelokom. Dus mijn baal alle de man, dat ben ik Odi, vleet, passie, Ayer Noord, beetje Tameja, Flora, isabi toch, Flora, Livorno, alle passie. Mooi, mooi, ja, mooi. Mooi, Tori. Sancho. Ai. Fasan beginnen aan jullie naar voetbal, jongen. Jongen. Dus die bel me, tradi, mi praxer, mi gado, yo, het is way back, hè. Is zeker een, we zijn tegen de 40 jaar terug, bijna. Ja, 80 of vroeg is go. En dan doe ik ook wat aan vleet. Dan, tapak greni, tapak grens, die bouwen op een citruspantage. Dus, vleet bij lange sinas. De spelende wees nou was sinas. We begin sinas. Grippo. Je sabe toch? Je oefen nou also. Je oefen nou also. Maar we bouwen een probleem. Niet geen probleem hoor. Opvoeding. Maar bestrak? Dus dat, ja, strak. Maar heel bestrek. Pasantje. Pasantje. Ja, maar bestrek. Valk jong. Je sabe toch? Bestrek. Dus dan, we oefen. En dan pisten dat hij. Dan, straatvoetbal bij Playstraat. Ook toe. Straatvoetbal bij Playstraat. Dus eigenlijk je kon een keuze maken tussen als je play straatvoetbal, of je go pichisiras, of je
yo play yuka of elastic yeah, isabi tok isaba piste na social media no dete no na telepon na kino ba ma apple ino ma sani isabi tok next no des dan yeah dan ubap andra aflay dengan ubap andra aflay dengan and astrat football des dan bibigin play astrat football isabi tok nya ma on bere play astrat football mada iba ma pasi dapat pina ikhlet ga so high class just the moro uru boy de ma be play that was in Agamustrat isabito yeah, ba de ma na to di family Bowman family Emmanuel son isabito Yorux ah this dan of them ambe she me play this damang ama take new of them Emmanuel son or Pecha ma ba benti ma mata ke ma so play gini me bari kan ta kapi ek banoi de kawis ya and di me guru ko ek was fas khare kala ma khar filmang de mata no ma ma di si ciro cira ma ma sama sta drop des dan bigi play me diri de mang and it ging goed weet je dan me ka ontwikkeling and dan bigi play me bigi play weet je me buka stapa ya stapa des dan amang be gua amang bo gua Holland and fo sama gua Holland dan mate mi tak yo ke clef yo mut georganiseerd gaan voetballen. Mm-hmm. Sluit je aan bij een vereniging. Mm-hmm. Isabito, dus dan ben ik communiceren naar Padre. Maar Padre ben coach ook toch, hè? Ja, dus daarna, bakadati toch, bakadati. Dus dan ben ik gewaap, ik schrijf niet naar Prakiki, maar ik ben een voetnoot. Gwaap, soosas, tubus. Isabino, relanga vol. Dus dan zoek op Chimoro Koros Biwang, dat was Bellboys. Isabito, dus dan ben ik aan het kwam bus. Dus ik ben TK bus. Matretina. Ja, maar best money, Isaba model. Dus ik ben TK bus, go, maar bakasani, dan ko ini gwaap, also. Isabi. Dus dan bakada dami na sang akil wat akil best strength so lismi dobe mag go play dan isabi to walo so tsani e finoro ko boom straf mar amoro moy wang di man was moteur isabi di man was moteur and we can take you isabi to ama druk mi isabi mar I will the best of ama isabi dus achteraf ni briti fu opvoeding isabi to ama druk mi wandang mi ba programa dus temi mo pas score dan amambeng kamang yang blaso uit even dan ko yepi yep monteur isabi to kan dokondro wagi apisten dati wagi no belai so man isabi bab deng de datsun isabi to isambe ye pamang enyalak mi betro maksud asisten iya maksud carburetor sani wa carburetor is belu se pisi bi betu specialist isabi mar motei el mino belo baroko isabi to mino belo baroko om dati minabet nang rama to ya to ges de tembe roko so di krinden ni boso de isabi des kade tu di langa mino babet den nang ra isabi to fuga ira fuga mar ai des down bakada dama mino sapi ya mama opo wa tim real fleet ya mama ngacel be klem fa kan dama drill mi ya mandrill mi ama gima di warda enorme isabi ganam dang ba di warda enorme respect tamas donang mati na uh na uh kontak kami weng mi tak bara bif isabi to kisho group ya to kisho group isabi dus dat is heel belangrijk in het leven. En hoe oud was je reaflating? Reaflating, volgens mij was ik al 12. Maar man hoorde team lang aan toen, zie je. Dus waren talenten van de buurt, allemaal horen bezig. Isabi lang aan het chimoteurmonie, allemaal bij pijpbeurs, allemaal bij het stroop, allemaal bij Sani. Isabi toch allemaal horen. Dus de solisten man aan mijn klem, maar meteen met een jongen, potjes doen, jongen, brada, jongen, in de play. Dan ben ik wel bevallen, Isabi. Wel bevallen, maar nog best bang. Maar dan, wat ik nu door had, die ben ik indruk naar Proko. Want Proko bent daar blauwgrond. Ja, blauwgrond. Isabi dus, allemaal baby die volg hun. Dus dan ben ik nader niet pa. Maar tak jongen, pasan. Aboy fi mo charing wa adres share. Ama tak yo cha aboy go adres. Okay. Dan mo gea boy manai. You front word tu. Isabi tok na you front word tu. De so gesegd so gedaan. Proko amang ama be kontak ni. Maar ai este ni sa proko kontak ni. Pistena na bicycle. Ama ba waso tiera fits. Na wa staga. Isabi tok dan kam sto tapas tangami members do ata mabe chaw tamang mabe chaw atramang bakasi ai terima to bomba sigi ube trapeng wakko nasi isabi tok afen tu bete ku ambri ku el one day mbari kata ki forsiere abe forsiere des dang we go des da tu e dry solis dang
we stop we nyawa roti na basari ala tur to nalan isa bito mar tuaro lui ke teida mi kofano ondro famaning ni khuya mane relex in sa kharaf ina khuya trainer dat was mane Duiser heeft mij gestimuleerd. Ik ga je één ding zeggen, Duiser heeft, ik heb nooit een complimentje gehad van Duiser, trainer Duiser. Je mag blij sterren van de hemel. Amitee is kekheid, je hebt niks in het doen. Je zegt me dus, amma boan, prik me. Dus je blij sterren van de hemel, amma temi takio. Kom hier, amma nak biwan bo soekofu, katse amma so tjeer me. Vanaf die dag. Vanaf die dag. Laat ze maar goed takken, maar goed dat ik ze van allemaal prikkie. Als je had die. Ja, maar met een stiefkel. Maar hij wilde eigenlijk het onderste. Het beste, het onderste eruit halen. Dus dan, we trainen naar Duitsland. Dus vanaf die dat die. Volgens mij, of denk ik, een protocol of corona. Maar we hebben takken naar 2 meter afstand. We hebben ook crossby. Isabi, kapris, af en toe, vroeg je dan wel lang akkoord. Isabito, afroi tanga wala nga kor. Le so mi play adres, to, mi nga proko be play bigi wang, hoof klasa, da mi komiti walo mang, mi komiti khurucha. Want you be play youth? Elegi se kharaf nu, maar ekta brada respecti, a mi sena blessi gama. Wis fama amana de moro. E fama be de amambo de nam sisi. 100%. 100%, dus dan, mi komiti walo talenta da petu, jaya mi arda direct. Ik had gelijk een basisplaats in een jeugd. Ja? De rest had een, eigenlijk was een quick favor. Veel talenten. En quick favor van die, eigenlijk die traditionele clubs. Doen, Robin Hood. Terasie. Dus, mi play even, dan moet ik een groetje, dan ga proko. Dan heb ik een digger, maar ik groetje, qua Robin Hood. Proko qua transie. Isabito. Dus dan met template choose hoor. Wat je behalve Proko en Grootje nog andere? Ja, Joseph Zoon, Harrison BD, de Fleiter BD. Isabi toch, de Fleiter BD. Dat is maar staan, Poetin. Maku BD, toe, we play. Ah, Maku toe. Isabi, wat mooi is. Stefan Alfa, je bent trouw. Met jouw kampioen. Kareka, je bent lijman. Talenten bij lij. Talenten bij Arden, Goli. Ja toch, dus man bij lij. Van belai talent. Dus is er FIFA dus is er bij controle goed dat nou zo'n talent. Ah, ja, tender. Was niet te bewonderen, want het was toch ik had een. Want voor ook dan nou zo'n zo veel talenten. Het was een gaaf denk ik hoor van hem. Oh, bij controle nu. Is dat niet toch? Maar met de papa, ja, respecti. En ja, dus dat de man play, de man gua proko gua transi, maar we hadden nog contact, weet je wel. Contact de man be follow me, dus dan play. Maar dan op een gegeven moment ben ik plein jeugd en eerste klasse. Dus dan mimit bal maar dan toen hebben we volgens mij toen hebben we het degraderen. Voor die betreft degraderen toen dus mijn plein tegen. De malinke wisje. Ja, vet. Ik heb tegen hard gespeeld. Voor die betreft. Dus mimit. Ik heb toch het geluk gehad dat niet meer. De generatie. En bij mij is het echt, weet je, het is smooth gegaan. Ik was in een stroomversnelling, zeg maar. Dus dan met play, maar op een gegeven moment, Amal Ludwig Simpson, maar bij mijn naderen, want ik zat op Paulus, Isabito. Ik wil dat je voor Transvaal moet komen spelen, Isabito. Dus ik ben in contact, Amal met Sani. Dus zo gezegd, zo gedaan, mijn praxeer, hij dan mag op leer transie. Want die we op jonge jaren hadden. Praxeer eigenlijk. Want die ben jong. Maar die kan meka stap. Weet je, die kan meka stap. Dus dan, zo gezegd, zo gedaan, die we die na voorbereiding, die we go train. Maar transie had ook een, transie was op die tijd, die periode, waar zij toen aangeven. Ze hadden een goed team. Ze hadden een verschrikkelijk goed team. Bang heeft de man. Ze waren breed. Een brede selectie. Dus ik ben gaan trainen. En die goede meneer Pietje Frenkel. Die keek naar mij en zegt. Joh, wie ben jij nou? Ik zeg, ik ben Zandvriet. Hij was dat jongen, hoe oud ben je? Ja, maar niet dat jongen. Ik ben, volgens mij was ik 18 of zo, 17. 17 of 18. 17 of 18. Maar toen dacht ik, oké, nou dan gaan we je bij de jeugd zetten. Mijn praxeer, joh, ik was aan, ja. Mijn opiekje de man, niks. Mijn bouw aan de voor de NL, Wakamang. Oh ja. Maar dan was het wel, dan bakken, maar ik had al een deal met Loek. Ja, ja, ja.
Probleem je hoofd bakka. Nou, ik zou vast dat hij dat met elkaar overstapt dan qua NL. En daar ben ik met open armen ontvangen door August Plein. Ja, ja. Ah, August Plein, want dat jongen, meneer Sanfried, jongen, ik ben blij dat je er bent. Van mij kreeg je een vrijrol. Jawel. Sanfried? Ja, vrijrol. Isabito. Dus dat zo mee ontwikkel me. Na eerste jaar die NL. Want de man bij doe, de man bij Veller. Veller was er, het Veller. Want die met overigens. Die met Tobel heb je ook toen? No, dat na later. Dat na later. Kon later. Dat kon later. Dus, Robin Hood. Dus dan mijn pire tegen de man. Ja toch, mijn bedaar NL. Pire tegen de man, mijn pire tegen Proko. Proko, abraka NL toe toch? Ja, dat is later. De man ook play samen, ja. Maar dan, op piring. Op sabi toch, mijn play tegen Trans. Ja, Trans, ik ben papies. En dat, balbe lukete. En afvolg bij Kong. En dan gaat het dat je bij ons sorry schrijft, want iemand Trans. Ja, dus ik heb alle ruimte gehad om te ontwikkelen. Ben je bewijs, de man Trans, ik denk, hé, u bent potmina jeugd. Ja, dus dan mijn play en mijn door een selectie gelijk, hè. Mijn eerste jaar heeft mijn door een selectie. Ik was, als ik het goed heb, was ik 18 hoor. Mm-hmm. 18 jaar. Door een selectie, maar het was op de rolpoesing. Mm-hmm. Weet je, en ik, die rolpoesing ben ik ook dankbaar, want hij heeft me genomen, hij heeft me geselecteerd. En piste dat, alleen maar klinkende namen. Alleen maar klinkende namen. Dus dan, Misko heeft me bij de tapa bangen wel. Mm-hmm. Weet je, we moesten naar Aruba, we hebben een toernooi gespeeld. En ik kan me nog goed heugen, A team dat nog bij haar bal gue na opbouwen. Isabi toch, als aan best koifi. Ja toch, met White, Robert White voor Transi. Ibap Antjes. Ibe Abi Stevens Vlagveer. Ja, Riedewald. Ja, Proko. Ja, Grootje. Ja, Maku. Maku was op de bank. Ja, Bainu. Ja, Dennis Purperaat. Alle demanden dat hij. Dus dan play. We vallen. En vanaf toen was ik al vast te worden. Ja. Ah, dus toen was Natsjobe Bari, die bij de altijd okay. Standaard. ATV naar SNL. Van je blikken terug te pakken. Vanaf IGWA SNL, ik moet op de SNL. Kijk, SNL was, ik was jong. Ik moest me eigenlijk in de kijker spelen. Mm-hmm. Dat heb ik ook gedaan, weet je. Ik heb, de man bij Gima Ruimte, de man bij me play, weet je. Dus mijn play eerste jaar, a tweede jaar. Het tweede jaar is Grootfam gekomen. Mm-hmm. En dan zijn we ook kampioen geworden. Ja, dat jaar. Ja. Grootfam is gekomen. Alberto Doesburg is gekomen. Ja. Robert Derby. Isabi ja. Toch? Ja. Forsweek. Dus de Utrecht kampioen wel. Weet je? Utrecht mm-hmm. kampioen. Uwe Bosro alles, man. Ja, Uwe Bosro alles, man. Dus dan play. Abre een tof team. Abre de one boom team, man. Abre de one boom team. Weet je? We waren goed op elkaar afgestemd. Isabi, we waren goed op elkaar afgestemd, dus... Het waren leuke jaren. En op dat moment komt ze uiteindelijk, ik dacht, zo hoofdstuk SNL wat taboe, we noemen ervaren? SNL was eigenlijk een politiek iets, want dan was er een andere regering eigenlijk, en dan, zij wilden alleen maar ze wilden geen burgers meer. Ja, in het dus dan moest ik kiezen, weet je, en ik had ook een keuze gemaakt, maar ja, dat hoofdstuk ga ik even overslaan. We verontschuldigingen. Dus dan heb ik een jaartje gespeeld. Ik was zo naar eenmaal. Piste dat manga, Benny Bettekent toe. Ah, Benny. Dus dan maakte ik niet dat Kuba Inter. Isabito. Dus dan mijn play Inter. Maar mijn play langer, mijn play kan ik doen, drie play. Isabito, dan play Sal. Mijn play Wajari, Sal. Strak. Want Sal, je bent hier toe? Ja, Sal, strak. Ah, nou win me Bari wa Odi toe. We zijn een Arki SRS. Arki Bersing, Ala Fasi. Ami Brada toe, Ami Brada. Dus dan mi play asal bakal dat dan gua transi. Dan play wayarje transi. Dan play wayarje transi. En toen had je stribbeling bestuur. Jugu. Mi brasera jugu. Dan mi meka overstap dan gua WBC. Ja, dat was mijn eindstation. En ik heb gespeeld tot ik ben gestopt. Voor Glenn Ramotar ala fasi toen. Abigop ala fasi. Hoe meer play je UBC? Ik heb zeker een... Zeg maar 8 of 9 jaar hoor, denk ik. Ah, en ik ben ook kampioen geworden met WBC. WBC, eigenlijk, WBC. Jugu bede. En had je een leegloop bij Transi. Ja. Je had een leegloop, ja, wel om een gwee. Je zou niet om een jugu.
Dus dat jaar, dat seizoen was WBC kampioen geworden. Dat Glenn tak yung isap sang, mo tek Sancho wande, maar we duk chimu ilang naman, tak yung, maar tak mo tek Sancho na may gufo speler. Dus dan, so hara, dan mistapa inwa rey da de train. Hey, check. Mistapa inwa rey. So hara, demambe apuang, ya, demambe apuang buntim. Sada Gino Brandon, oh yeah, Gino. Gerald Coupain, Clifton Chilipsi, Paifa, Paifa, isabi abab two of the Brasong, isabi Iran Nilsson, ibab sebe, ibe abi got a tempico, Arupa, Arupa, isabi sada no hutim, sada no hutim, bibigi matiyo, kita matu, tad na lata, bibigi a transfer dati ayah dati miwang wa WBC. Okay. Ni wan sa team ta etak de wat ama di dama want to spelen maar ni wan go. Dus ik ben letterlijk en figuurlijk in een rijdende trein gestapt. En van train dat de loop. A train dat die mijn pas me aan. Het is niet zo smooth gegaan voor alle eerste jaren. Weet je want die man BD, ze waren een eigenlijk een ze waren een eenheid, een familie. Blok blok. Dus dan op een gegeven moment Dema omarami, misabi to, dema omarami, misabi. Kijk, we play, maar, ya, if you look at me, based on dema bede takamas, aware dema, misabi to kamanasani, maang siya mo fan dekben lir kena, na yung shitag mina shoot mang, misabi to, mina shoot mang. Ah, ni belo babal, ni play ramir ati. Et mino belo plasi. Ya toh mino belo plasi. Ya toh teme mo pa oso mi wawi ni. Ai. Op welke positie heb je gespeeld in je carrière? Ben je daar begonnen toen je als jongetje begon? Of zijn er switches geweest in de positie waar je op je speelde? Ik was eigenlijk aanvaller hoor. Aanvaller. Ik was niet echt een diepe spits. Weet je, een middenveld is een soort schaduwspits. Je loopt zwerf. Over links, over rechts. Ja, zeg maar, ja, over links, over rechts. Ik had meestal een vrije rol. Over links, over rechts. Ik kon, ja, middenloop, eigenlijk, ja. Je moest stak over, ik heb geen andere keus meer. Maar verdedig? No, nee, meer verdedig, keihard toe. Meer verdedig. Maar middenloop, stak over mijn schrift. Ja, echt, weet je, van wie ben ik play, van wie ben ik geweldig. Nou, van, nee, maar toch, moet actie. Dat laat ik aan anderen over, weet je. Maar toch, stel je vraag. Ik ben altijd bescheiden. Wat waren jouw sterkste punten en aspecten in het voetbal? Waar stond jij onbekend? Kijk, ik kon makkelijk passeren. Twee, drie mannen. Snikkie, tapoe en mijn balbehandeling was goed. Want nu is je play in de bijhand toch vallen? Ja, dus nu is van bal kom ik aan. Ik ben kan zakken en ik ben varen. Dus technisch was ik goed. Bal aanname, bal controle, dribbelen, drijven, weet je. Ik ben later ook gaan ontwikkelen, weet je, in de ontwikkeling word je tactisch beter, weet je, op het juiste moment die paas geven, juiste moment lopen, snap je, die ruimtes kiezen, dus dat ding. Kan je je eerste oproeping voor Nacho nog herinneren? Ik ben de 18, 19 denk ik. Ja, en snap je hoe je niet om toen? Jong, ik vond, het was, ja. Ik vond mezelf geweldig. Van binnen, van binnen. Ik zeg, jongens, ik heb het toch gehaald. Isabi. Ik heb het toch gehaald. En met die mannen. Toch, daarom heb ik mijn respect gegeven, maar. Dat is wel heus uit. Ik heb respect, heel veel respect. Voor ouderen, ze hebben het ook gezien, weet je. Tenminste, niet de man, een bepaalde man. Dan, we gaan in de houding, niet de man, weet je. Respect gegeven. Respect. En ze hebben me ook goed opgevangen, die selectie. Ja, goed opgevangen. En je Nacho jaren, hoe blik je terug op je Nacho jaren? Mijn Nacho jaren heb ik, heb leuke momenten gehad. Weet je, een Nacho voelen met die amateurs. Toch ube blad, ube plengen weer, vooral thuis, ik kan me nog goed herinneren, als ik thuis speelde. Is dat niet af, publiek bij konso. Dat is de man bok na poefu. Volkslied, weet je, dat mijn franserie misreef tak jong. De man is mijn playbal gide bang, mijn playbal da kondre. Weet je, dat ging me om, is dat niet om, playbal. Mijn playbal, wie zo'n play tegen prof mag niet uit, mijn playbal. Mijn battle, weet je, dus. Ja, dat was het eigenlijk. Mijn grootje, die Mattie. We hebben ook leuke momenten gehad. Was echt een leider, zeg maar. Hij was een leider, ja. En ik heb, we staan in de selectie, we play samen. En
heeft ook zijn krachten gegeven. Weet je, heeft zijn kracht, hij heeft met zijn heel hart gespeeld. Weet je, allemaal met liefde en met heel veel plezier heeft hij het gedaan. En meestal mag hij bij dit op een camera. Isabi, maar het leidt niet op, je zo doen. Oké. Isabi, we deden dus dan. Meestal mag hij bij voers. Gesprekken. Bepaalde. Diepe gesprekken. Nee, ja, bepaalde onderwerpen stonden we. Lijnrecht tegenover elkaar. Mm. Dus daar discussie. Toen we discussiëren zo in de camera. Na discussie, want dat man is gevoel, mene is gevoel. Dus toen luka juro, man, ik dacht, ik ga hem nog wel. Met hem, ja, maar dat kan rond de af, met hem, man. Schrik wel, liba, man. Dan hoek je hem aan te doen, want dat was een programma toch. Dat man, dat was een nee. Toen ben je daar naar school, dat was een weet je, want dat was een programma, dan moet je ontbijten, je moet... Daar hebben een wedstrijdbespreking misschien, Isabi toch? Dus dan, de man babief kon dat koelen, dat fucka. Sridi, fuck off, 5 minuten hebben we gewonnen. Je nam een kleefje, gado, je nam een beetje een poetsen. Je nam een poetsen. Je nam een wasier. Je nam een latie, een poetsen. Isabi toch, wasfessi. Als we ze even gewoon wat doen. Nee, je nam een poetsen snel, wasfessi. Isabi toch? Je nam een poetsen, je nam een fucka man. Ik pot ook zo'n stik, want de man op smeren. Ik pot ook zo'n stik snel. Zo is dat ik ook. Dus, maar allemaal met leuke tijden. Ik heb het toch, blij bal, sani. Ah, is jammer. Is jammer, ik heb me zo'n beetje erin berust. Maar, dan hebben we niet echt de 2 maanden. Ja, ja, ja. Proko ook hoor. Proko met Proko heb ik nog steeds contact. Van je ervaring, Proko jongen. Proko ben je van Casemiro in het denk. Ja, riet man. Maar, goeie man, duel jongen. Maar door Ato zo. Weet je, ik had geluk gehad. Ja, want dat man ben amana. Die man play? Ik ben play, ja. Transi. En dan was het. Want amana had beloopt. Amana. Dus onas yang amana mati? In a play? No, tu ben weer atrui. Tu ben weer atrui. Nah, probleem. Dan ben je amana gehoorutje bij waka. Dus tu ben miti. Tu ben miti, dan ben je begin bluff. Toen ben je begin kama. Ben je bluff, tak jong. Ik kan begin stel op jere. Begin nanti bosu jere, want. Sano miti, Isabi tok. Sano miti, mitak jong. Nie pikamang, kita ku gitaratori, ku gitaratori, ay ku gitar. No mama may dewa Casemiro ay, Casemiro, muna ko yong, muna ko yong, in the omhang sweet mang, ay. Naro may pinong stays contact meta na, nami brada. Mata bejalas yung, mata kagwek ba mimi sama na sambo si kamay na pagsama to yung. Ay, proko ay, proko heeft ook eigenlijk heeft Proko mij uit het project gehaald. Ja. Dus ik ben hem ook dankbaar. Ik ben hem ook dankbaar. Even look in je carrière, jij was aanvaller. Soort matchup of soort team bij de waarbij je extra geprikkeld was uit die wasbal. Was het Robin Hood, Inter Mungotapu? Had je dat ook van ETD? Monsoor de Masi? Eigenlijk, ja. Ja, eigenlijk die traditionele clubs, eigenlijk. Robin Hood Transi, weet je. De play dat bij Spang, weet je. De man bij Apoang, harde kern. Echte lading. Ja, toch. Dus Astako bij Spang, weet je. Astako bij Spang. Robin Hood Transi, weet je. Extra prikkel. Inter Mungo Tapu ook. Ja, Inter Mungo Tapu ook. En als je kijkt naar de teams waar je gespeeld hebt, zijn er spelers waarvan je zegt van, hé, met deze man had ik een echte klik. Tim Snapu. Ja, dus eigenlijk ik kon me makkelijk aanpassen hoor. Ik kon me wel makkelijk aanpassen. Enige man zijn bij, maar vind niet blind, hoe bevind ons rift blind is. Was Amano de Moro is groot van. Mm-hmm. Ja, maar hoe bevind ons rift blind toen we communiceren, schreef je toen gewoon. Het was een automatisme. Ja, het was een automatisme. Met welke? Of tegen welke moeilijke verdedigers heb je moeten spelen? Want je denkt, alle verdediger Abin Fassi, zomaar naar Lees, man, netjes, man. Maar ja, verdediger ook tussen Parcet, boy, die de monnik, Sancho, Herre. Ja. Zo werd de man altijd bij Weriski? Play, die begin play, eigenlijk. Had je, de man had bij ze hadden respect voor elkaar, ja, hè. Ja. Weet je, een generatie voor de man, Simpson, nanga. Read the world. De man had nog bekon, de man in Nakiva achter, hij moest van goeie huis opkomen, voetbalkap, voetbalpasseer, de man bij Lisi, weet je. Maar, naarmate, een generatie, de generatie is kinky. Die biedt wel een trasot man, Isabi, toch. Want wat team rood. Yo, if you play Tijaro, then maybe you say, Bosco Putak, yo, Sancho Bigi, Amam Bigi, Sania, there's this so team that the team that be moeilijk, weet je. Maar toch mi bego, toch mi bego. Be play. Ah, dus we zien dat mi. Dat had ik wel, ik had een doorzetting.
Ik doorzettingsvermogen, doorzetter. Ik was een doorzetter, dus ik vies kop niet met tankom. Ik heb ook veel moeten incasseren. Heb je blessures gehad, lastige blessures? Ja, heel veel. Heel veel lastige blessures. Mm-hmm. Enkel kindi, isabi. Mm-hmm. Ah, maar gelukkig, apostuur. Mm-hmm. Aan mijn tang, dus ik voel het wel. Ja. Ik voel het wel, maar het lukt. Het lukt. Mm-hmm. Het lukt. Nu zal iemand zich afvragen, waarom ik jou in je carrière, waarbij je een discipline van je voedingspatroon en de society, van je hoe gedisciplineerd was Clifton Sandvliet? Zo, van huis uit, nee maar bij Bori, ja, toen was ik nog bij mijn ouders, hè. En dan had bij Bori, mijn moeder kookte, mijn vader ook, maar dat ben op soep. Met soep opgegroeid. Met soep, weet je, alles soort soep. Ik zag wat soep, alle kodere soep, kookbonjon. Dus ik vind het goed, ik denk dat dat was mangerig, maar met de Stevie. Met de Stevie. En a discipline, ik was. Je hebt het gemerkt, ik heb. We hebben een afspraak gemaakt en ik was er vroeg. Dus ik ben met grap naar een discipline, ik denk. Ik ben getraind. En als ik geblesseerd was, wilde ik weer heel snel herstellen om aan de bak te gaan. Mm-hmm. Dat was ik. Ik heb, ik moet ook zeggen, ik heb ook met hele leuke trainers samengewerkt. Een punt dat nu aan het ook doet. De trainer zijn niet in de carrière. Ik ben een trainer. Ik ben een gewoon voor Akata, Luku. Kritaki. Tamaluki. Ik play, want we play partijtjes. Partij voeren. Partijspel. Dus dan ben je Luku. Amatei, tak jong, brada. Die Luki je bent de aardige jongen, boy. Ben je zoeken wat er aan het doen. Wat mij gebruik je, dat was Bundel, isabi. Bundel, door ook Amatak jong, Sancho. Fernando Sancho, Amekami. Fernando Sancho. Isabi toch. Ali en die foto de nono de minomako de mama horwa bal lasting mostora proces isabi toch. Minoma lera ma draaien, minoma lera ma giwa pas isabi toch. Me kama su contra team ya toch. Trine Vandenburg, Roy Vandenburg, Yuroko sama nama, dat was WBC. Manet bede wang, mijn vader figuur ook. Ik kwam brada ma begi a lobby, ja. Ik heb ook getraind onder Rokolf, dat was meer selectie. Ik heb nooit voor Robin Hood gespeeld. Mm-hmm. In de selectie heb ik hem meegemaakt. Was te werken met Rokolf? Rokolf was een, als je het mij vraagt, die andere niet, is geen natrap, maar hij was een hele goede trainer. Voor mij de beste trainer. Mm-hmm. Een van de beste. Ja. Een van de beste, ja. Mm-hmm. Ah, een van de beste trainers. Mm-hmm. Voor de rest, ja, niet vergeten, de laatste selectie van mij, dat was 14 jaar terug, was 2008. Mm-hmm. Dat was met Jalings. Ja, Tino Jalings. Jalings, Rino Jalings heb ik ook prettig samengewerkt. Mm-hmm. Maar dat is er nog niet bij iemand die toe. Mm-hmm. Ja, Jalings, met zijn big up die toe. Alla fasie. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Als je terugkijkt op je carrière als voetballer, met welk gevoel blik je terug op je carrière? Wel, kijk, ik heb mijn ding gedaan. Ik heb momenten gehad, mindere momenten. Weet je, dat zit erin. Gera naar Reddy Karten? Ja, ik kies Reddy Karten. Mm-hmm. Ik heb een klem. Mm-hmm. Ik bedreig me matak met kap. Alla de soe in een plein moro. Is dat niet toch? Ik keer me niet. Ik voel dat niet nog. Weet je wat? Ja, wat die man niet begreep is. Voetbal is een sport en het brengt heel wat emoties. Isabi toch emoties. Nou, hij beweging. Voetbal is een beweging, Isabi. Ja. Nou, emoties, weet je. Dus emoties apart. Dus dat nou voor de kaart zou je kiezen? Of? Ja, ik kies een aantal de kaart. En dan kiel de bello basa? Kiel de bello basa. Ja, maar ik spreek me aan. Ten door aan mijn bewachting, Isabi. Maar hij had gelijk. Ja, weet je, ik heb er ooit geleerd. Nu ben ik een ander persoon. Ja toch, ik ben een ander persoon. Kun je enkele van je
mooie of de mooiste doelpunten nog herinneren? Sabe, in UI, zijn er maar weet wat zijn jullie in die carrière? Zo. Of dan zou je lijken, want je bent er was man. Ja, mijn lijken wat poppies. Mijn lijken wat aantal bal, ja. Ah, ik ben twee keer topscorer geworden, dus mijn lijken wat pisbal, dus. Ik weet niet hoor, zo... En het gevoel om topscorer te worden? Van ja, is ook een... Is ook een toppie? Ja, toppie, ja. Schuit die toch. Schuit die leven die bijdrage, als individu. Ondanks je niet een diepe spits was, hè? Ondanks ik geen diepe spits was. Ja. Ah, ben ik twee keer topscorer geworden. Ja. Maar ja, het is een teamsport eigenlijk, dus ik had mijn medespelers ook nodig. Misabi, maar... Zomaar de man... prestatie. Zomaar de man zijn begieden afgemeten pas blind, behalve Lundo. Lundo, een player, niet bij creëren, bij play, dus ja, ik paste me aan. Ik paste me aan, maakt niet uit met wie, maar ik pas me aan. Weet je, en ik communiceerde veel ook met ze. Vooral Brandon, Mangaman had de klem. Gino? Gino, ja, want hij was door, hij was greedy, hij was goal, hij was play, hij was brief, hij was... Brandon, hij was een big up, hij was greedy, hij was klem. Hij was een player op WBC tegen Robin Hood. Hij was play de bal, Brady. Toch hij was doel zijn net. Hij was hij terug, klem! Mangaman, klem! Door het nakje, hij was kop door, hij was niet. We hebben tweede helft, we winnen maar 2-1, want we stonden 1-0 achter, we winnen maar 2-1. Ja, we gaan pas. Heb je ooit een balletje gemist waarvan je zegt van Sadis had niet aan een bal van Milaya, een bal jongen zang? Dus ik heb veel gespeeld, hè. Ik play voer. Want ik moet een lange tijd relatie eigenlijk. We play af en toe veteraan. Ik speel. Wat is dat voor? Ik ben zeker al 10 jaar of 11 jaar gespeeld. Ik ben blessure, ik ben mamor. Dus ik ben wani maskino bij mamor. Blessure leed. Blessure. Maar ik had problemen met mijn hamstring. Beide benen. Maar wat zijn mijn acties af en toe? Want jij hebt gespeeld top veldvoetbal, maar ook de topzaal. Vind je combineren zaten? Dus ik weet dus dat mijn actie is af. Maar ik heb het gedaan. Hoogste niveau? Hoogste niveau ook. Dus we play one top play. De risico in de zaal, we play one playoff. Beetje energie, ik was jong, ik weet niet. Ja. Nu ga ik het niet meer, nu kan ik het helemaal niet. Ik play wat af, jullie me keihard me toe dealen, weet je. Dus, ik weet niet. Maar de zaalting, vind je blikken terug op de zaalting? Zaal waren ook leuke tijden. Ik heb gespeeld voor, ik play to team noemen, ik heb voor Sigir gespeeld, dat later de Makkera Kenkaning, Atron Sanus Books. Atrosanus Books en dan Miguastics. Ja. Dan Miguastics en ik heb volgens mij 2 of 3 jaartjes gespeeld. Want die Merigera Stix ook toen aan Pissin? Ja, ik play aan de Pisten dat hij dan. De laatste jaar heeft hij dan play. Naar je Linko. Linko en Linko. Linko naar de man Sassoro, naar de Stronjo, naar de man dat hij om ik ga door. Is hij weer een Asalbes Pang. Asalbes Pang. Dus eigenlijk die momenten waren leuke momenten, want de man bij Spanisch. De man bij Spanisch. De man bij Spanisch. En dit was bomvol. Want hij was Stix Linko, maar dat brasuur bij Jugo ook toe. Ja, brasuur bij de man aan finale bij Stix Linko. Ben je de zaal ook topscorer geworden? Ja, na jaar zo'n play strak, dan ben ik topscorer geworden. Dat hij niet rond topscorer, ja. Dus ik heb mijn bijdrage ook daar geleverd. Ik heb zoiets van, ik heb gespeeld, ik heb jaren gespeeld, niet doen aan een lobby, het was mijn passie, ik heb het met plezier gedaan. Ja toch, ik heb het met plezier gedaan, maar die niet tappen, want het was ook eigenlijk jarenlang een onderdeel van mijn leven. Mijn leven, een lifestyle. Ja, een onderdeel van mijn leven, dus die niet tappen aan mij. Heb ik stappen teruggenomen. Ik heb me gedistanceerd. Was het even wennen? Bij de bal. Nee, maar ik ben trainen, ik ben praktiseer nog niet. Focus op bal. Switch man. Eentje, ja, maar gezin. Je focus op een gezin. De leuke dingen en dat was het. Dat nee. Heb je een volgende Sancho die opkomt?
Ay, mga chiwan na pa. Minu, wanti sabat na pa. Masama, sama ko, Luke. This na, ICT. Sabi niya, mandangit, ching. Tablet. Ay, tablet is sunny. Sabi niya, may tak, engang, sig, may, may tei, minu, engang. Ditawa, banik ni, eh, mah, toko. Ma, ayuh, this na, ayuh, ayuh, generasi, this na, engang. Ma, is that even a grote verschil? Luke, unu generasi, we had a weinig keus. Na yeah, LAO Play, na technologie toch. Dus afleiding. We zijn jaren verder, dus de man, jullie is een andere tijd ja, nu. Ja, 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 ja. Ah, is een andere tijd, maar luxe, maar dat is voor straatvoetbal. Je niet, maar je hebt niet gym, je hebt geplayed straatvoetbal. Ik denk dat ze aan het man, maar play to want, wat je lijkt. Verkeerd druk. Je zat niet ook al verkeerd druk, dus er zijn andere mogelijkheden. Ja, de man, dit apa. Tablet, maar voor Facebook. Ja, Facebook, je zat niet ook. Kita na football. Yelo loite? Ya melo watu family ni fmida manafta meha. Which is about it echt top gespeeld. Maar megi de mapowa. Megi de mapowa dus. Di atim opo de mantak yung. Maar de fitra antim meha na itak eh Sancho ko kaun na kaun na kaun na. Mino mga play bale. Kalak mo play. Marang toch mikong amatak yung. De mantak yung isabi. Once ada na team. Tameha de mga peplay erste klas. Ya erste klas ahe. Is dat team dat die Bongoloko? Maar eerst dat, maar heb je naki ook toe? Nee, ik heb, eerste klasse bij de heb je naki. Maar heb je naki? Ik heb ook nooit Rang District gespeeld. Oh, okay. Rang District had voetbal, de man had betrekken toe. Ja, ja, ja. Ik heb nooit Rang District voetbal gespeeld. Dus je tap naar WBC? WBC, en dan ik tap op. En dan ben je in de Moro. Oké, oké. Tapu. Maar voor hem accepteren toen? Nee, maar bebel, nee, maar ik heb nog een jaartje, ik heb nog een jaar hier zo. Mino de. En die afstand wat ik kon een beetje ver. Ik woon tussen de Parabrug en de Adinweg. Oké. Daar tussen woont ik. Oh nee, Sylvester Churchill. Dus afstand bij Gimman. Of er bij Gimman. Ja, afstand bij Gimman. Ik heb niet praktisch. Mogen we dan tjus en dat je naar Boesboesie. Ja toch. Lekker rustig. Ontspannen. Heb je ambities om jouw kennis en ervaring over te dragen als trainer ooit? Ik zou dat wel willen, ja. Maar ik ben nog niet ready. Nog niet ready, nee. Sabo Shai Gonsofara? Je doet niet, maar ik ben ook een team CDP. Ik ben ook een team CDP. Als structuur alvast moet kijken. Als structuur, ik vind dat wel. Ik vind dat wel te lang te maar aan de weg, weet je. De mij zijn niet maar als structuur in de kondre moest kijken. Maar veel is werk. Maar veel is werk, ay. Maar voor je ziet dat die diaspora zelf. En ik go. Messari, dus wat structuur moest komen, boel structuur, dan ga ik nog mijn bijdrage wel leven. Even je lukken voetbal, nou wat is, want niet een lukken bijvoorbeeld, dan denk ik, boy, de maas is heel rondje. Even bij de lichting, voedsel kan de Sancho, Pata en zo. Nee, maar die fout maak ik niet. Nee. Die lichting is die lichting. Want hoe ben je wel uniek lichting, niet van of aan? Dat kan jij misschien zeggen hoor, ik weet het nee, niet. Nee, want misschien toch. En dat dan, want dat jammer zijn niet. Helaas is er weinig beeldmateriaal. Want kan dit beeld bij dat de jongen moest dat boy. Ja. Maar dat Je hebt veel talenten. Want je zegt dat je door een aantal team transfer maar brede selectie, maar ben lai. Ja, maar ben lai man. Ik denk echt grap, maar man, ze zijn een luxe. Een luxe tak van ons zit dat team. Dan ik wou Guardiola nu, maar dan zat van ons zit dat team. Maar toen team maar. Weet je, dus. Er waren veel talenten, maar ik vind dat die aanpak ook. Weet je, ja, je kan het niet in die schuld schuiven van die voetballers. Is een generatie, zijn je generatie, mijn generatie. Ja, de andere, we play wel een generatie. Ik heb gespeeld met Simpson, met Rinewald, met Bayernu. Maar dan kies wat een generatie, weet je. Patakon bakadati, weet je, groetje godoro. Fabrega, mi trekador, committee, alasig, anasje of minang, de man, Sastro, met Sordam, isabi toch, met Limon, isabi, dus, ja, mitjoe play ook toe? Ja, toch, alasig, selectief, mi, dus, in luku, agep, eigenlijk, wat generaties, mi play, nang, de man. Want die karone, ja, vet ook, ik kom niet, alleg te voor Jafet. Dat was eerste klas. Eerste klas, maar, mi demandati, dus ik heb, ik wil soms met discussie voeren en ik heb veel gediscussieerd de man taki er was een lichting dus eigenlijk een lichting heeft niet geluk er was een lichting daartussen tussen dus tussen, ja. Tussen die Riederwald en zo had je een lichting van die tols bij tol de man dat die er was een Olympische selectie en de man had been take over eigenlijk maar de man had
gue. Bisa bidang, bisa saya vertroka. Bisa bidang, gua Holland, terma gua Aruba, gua Fransi, so. Terus dah wang gap kong. Ang gap kong. Ya, oh, bawa terang alu yang pisah. Seleksi kaya no kuih hondi, bego luka play, kwa siyong, bego luku bau tu. Ik ben vergeten te zeggen, maar als gewoon ging mi omu, mijn oom was, mijn oom is, want hij leeft nog, is Delano Richter, DC-10. DC-10? Ja, is mijn oom, Amadora, mijn tante, tante Marceline, weet je. Dus dan, Amadora pot me in het stadion af en toe. Amadora pot me in een huisnummer, hoe we bellen met elkaar deal, dan met de bus, stap uit dat platte brokje, dan bij Wakago. En ik kan tegen dus Plattebrug ik, Waaka? Waaka ai. In Waaka? Plattebrug Waaka? Plattebrug toch, ja. Ja toch? Plattebrug. Ami Boro, teki Grafe Straat. Grafe Straat en Gwil. Langa Langa. Ai, Langa Langa Boro, de Tietje Friese. Dan, dan maar bij Potmi, dan bij Wachtia, piste naar Nadja. Dus jij vond mij lichting uniek. Maar lichting dat die. Bij jou, Rit lichting. Bij jou, lichting, want mij bij de Tchima. Tchima ook. En mij schiet, dan maar bij Potmi in een stadion, piste naar Nadja. Die bij Taki, dus die man kon Nadja. En ze hadden een super team. Dus eigenlijk, Abarka Sushi, naar een Shafi, naar een Iniesta. Mij bij Shabarka, dan Jagba. Ai, in Seranam. Ai, met Enting, met Roy George, met Francis. Isabi toch met Derano Richters, maar als het keel met de Makota Pamaning, als het Bonkoro keel, Ramroes of zo volgens mij. Maar ze hadden een super team, Gusto Rusto, Rustenberg. Rusto. Ah, en de man een boel team. En de man prikkel je ook toe. De man prikkel je ook toe. Ja, dus ik heb veel gekeken naar voetbal ook. Heb je een Surinaamse voetballer naar wie je opkeek van hey, met bewondering? Dus die licht en dus ik was van Robin Hood eigenlijk heus van heus, mijn vader is hard en hier voorwaarts. Voorwaarts rijden, maar naar voren. Ik zeg niet maar naar voren, man. Maar, Amman zal leid me op, Amman bedef Robin Hood. Amman Emmanuel, Amman bedef Robin Hood. Dus dan, automatisch mijn omhoog bepleit, dat ben Amman bepond, dus dan ben ik al die Robin Hood. Maar, in mijn actieve, toen ik ben begonnen met mijn actieve carrière, dan heb ik Erik Gottlieb zien spelen. Goedo. Erik Gottlieb was mijn nummer 1 spits. Ja? Ja, Erik Gottlieb. En daarna ben ik Jans, jammer dat hij dan niet is. Ik ben blij. Dorosé? Ja, Dorosé, ja, weet je, Dorosé. Ik ben vertraging, maar dan een vaf, dat vond ik erg. Vaf Harman in het team? Harman ben laai, drie, ben drie, klem bij klem, isabi toch, klem bij klem, maar de man bij klem, solisie, want Harry bij Harry. Wat was jij, je bent rustig, maar altijd toch? Ik ben haar toe. Oh, Harman? Ja, Harman toe, ja. Mijn naam is bij haar allemaal, ik ben haar. Want je hebt zo mijn haar en zo mijn haar. Pata bij de Harman. Pata, lupsen naar Harman. Isabi toch, de man naar comedy man, ja toch. Ah, en dan man het doorroep naar Poeina Natje, eigenlijk. Ja. Ludwig Simpson als teammate, van jou ervaar Ludwig? Ik heb... Want die in de selectie, even in de selectie, maar dan had er niet plek, want het heeft toch een paar jaartjes nog gespeeld. En we blij tegen, man. Ja, Ludwig Simpson was een van de beste stoppers. Een van de beste stoppers. Hij is ook jarenlang aanvoerder geweest van ons. Hij heeft zijn krachten ook gegeven. En hij was eigenlijk een rolmodel. Lutino bij Takfuru. Doen. Ah, Lutino bij Takfuru, maar dan bij Takfuru. Weet je, dus ik ken hem niet echt van dichtbij, dus we zijn wel, maar. Met mijn eerste indruk. Eerste indruk, ja, eerste indruk, weet je, eerste indruk. Heb je toch een verdediger gehad in Suriname van je zegt van hey, deze man heeft mij alle matchups het heel lastig gemaakt, maar hij is weer misking. Ja. Of je bent samen. Ik heb respect. Ik heb respect. Ik ben samen. De man best komt nu wel. De man best komt nu. Ik moest wel incasseren. Want jij was behendig. Dus ik ga ervan. Ik ben behendig, ja. Weet je wat het probleem is? Eigenlijk van hun. Eigenlijk. Dus ik speelde niet met mijn rug naar het doel. Toch, ik speelde eigenlijk een soort zwerf. Ik ging uit de dekking. Of niet met Boro de Olo. Of Olo Bende. Is dat niet toch? Hij speelt hard toe maar met Boro.
Mm-hmm. Dus ik speelde toch wel slim. Slim, ja. Maar soms, de man bij Femi nu wel. De man bij Femi, ja. De man bij Femi, de man bij Atmisking. Ik ben niet zo. Want jij was niet zo fysiek, denk ik? Nee. Ik was wel... Ik kon wel duelleren. Ja. Weet je, maar... ik was... Ja, als het niet hoefde... Dat weet je wel. Ik ben voor mij, man. Ik ben voor mij, man. Voor de rest... Kenneth Borgia. Ja, nog was ook. Ja, heb ik ook. En is bij Dego. De laatste was allemaal militaire in een zaal toe. Maar ik blest wel. Ja, de legend dat. Kenneth Borgia. Misschien kan je ook een uitnodiging geven. Maar kom maar. Oh, is hij geweest? De laatste man, Samshi. Nee, maar kom maar. YouTube aflevering de Kenneth Borgia. Kenneth Borgia is ook een legend voor mij. Respect. Heel veel respect voor hem. Robbie Potisi heeft ook goed gevoetbald. Dat zie ik ook toe bij. Robbie Potisi heeft goed gevoetbald, ja. De soort spelers dat hij... Respectie. En qua doelmannen? Doelmannen, lastig wel, ja. Maar dat is moeilijk, want ik ben leider wel, maar ik ben goed tot het uiterste. Was tempo. Tempo, hè? Tempo was moeilijk. Tempo was een topper. Ja, hele tempo. Maar bij top. Je denkt, ik graf veel tempo. Non, on parle sérieux, on c'est qui parle en haut, ça. Mi spis ko pa mande, mi bela ya man, mi bela ya man wel. Ula itampo wel. Mi bela ya man. Heb je alle top... Kijk, graf voor bela ya, mi bela ya. Heb je alle top goalies kunnen boren? Ja, mi bela ya de man, ja. Mi bela ya de man. A talent dat mi bela ya de man. Mi mis ko in de variëren, dus mi skop tu agro, mi mis kop tu aloch tu. Of mi scheen. Mi is abito, mi se scheen. Mi manek aluma damba, alle mati. Ja, aluma na mi bigi mati, aluma, aluma. Mi boren tu? Ja, aluma mi bela ya, aluma. Aluma ya weet het, toch? Parlementariër, à la facile. En de manek Damba, all the stamps. Damba, ja, de man Damba. Maar iba pa favoriete goal is dat ik, iemand tegen wie je veel gescoord hebt? Ik ben leider, man. Want goal is aan bevereren, mijn persoonlijk was blokkie. Blokkie. Maar dan loopt Benny Spets toe, toch? Blokkie. Ja, want dan voetbalwerk was goed, ja. Voetbalwerk was goed. Blokkie, ja. Maar bevereren? Ja, te me kwam, sabi. Kwam, sabi. Maar dat heeft me persoonlijk gezegd. Blokkie. Nee, maar dat waren leuke tijden. Het waren leuke tijden. Clevie. Was een mond vol. Maar dat moet ik, Clevie. Voor die jaren wat praten. Hoe spijt je nu, jongen? Mijn babbel met Chattori. Meestal met je, dan gaat het Alleenderaad voor alibi. Alleenderaad voor alibi naar waarden en normen. Waarden en normen. Après spekie gie serefi. Après spekie gie alamang. Jong zowel oud. Ben je shitaki. Je wakalit pasi. Dan doro opogi. Ja toch. Dan je dwing een respect af. Wismano après spekie gie. Je dwing je af. Neem het mee. Blijf gedisciplineerd. Geef niet op. No give up. Dat na Libi, Alibi nego altijd gratari. Ja toch, je mit drempel, je mit hindernissen, je mit zani. Maar in Godoro, ja toch, Godoro. Dadelijk mi, una sabi, na unu mustek abra. Ja toch, de jeugd van nu is de toekomst van morgen. Dus mensen na lobigi ala jongwang, en mensen na lobigi ala sma. Ayer gemeenschap, de ma abra watratu. Nederland, ma misma dapetu. Uteka lobi. Sweetie. Mami, thanks voor het komen en thanks voor het delen van jouw
history, jouw legacy, om het zo te zeggen, met Suriname. Nog altijd Orobal Mantori op Radio SRS Suriname. We doen hem al enkele maanden op 96.3 FM. We hebben gemeend om een platform te creëren voor de old legends, de mannen. En vaak nog een verhaal voor de man, Elassi, Une Heredentori. Maar elke zondag op Radio SRS Suriname, dus een andere legend. Soms weet ik Toeman, naar Fadema Ifiri, naar Fadema de Beschikbaar natuurlijk. Maar belangrijk is Aboskopu Edoro. Mm-hmm. En we gaan dit dus elke zondag doordoen trouwens. Wie hoopt dat je trouwens, ik kon je dus met iemand dat Iloba initiatief die zie. Ja. Ja, jawel. 100. Ja. Je moet het continueren. Nee, gaan we zeker doen. Gaan we zeker doen wat ik vraag dit. En ik beloof u mensen, want niet dat ik want toen lees ik maar. De Orobalvrouw ook komt toe. Want noem je dat ik boeien. Nee, de square, want de Orobalvrouw die ook toe. Ja, dus we hebben werk, maar we gaan ermee door. En je moet ons gewoon blijven volgen. Je mag ons feedback geven. Je nak hoe de insteek en we nemen alles mee. Om dit programma alleen maar beter en mooier te maken. Clifton Sanfried, ik bedank je heel hartelijk voor het willen zijn hier. Mm-hmm. En ja, we hebben een uur vol gemaakt, Clevy. Ah, ik doe mijn best. Maar staat dat maar, jongen. Ik ben bescheiden. Maar ik doe mijn best. Ik heb een beroep gedaan en ik lever mijn bijdrage. Ik hoop dat er meerdere volgen, mannen, Uno Sheng. Ja, maar zo weet ik wel. Ja, misap di demi sistem, misap di mah, mi demano dansan di sini, mana wah, sani Friday kan dogleng, ya tak dengere tak, ya dogleng tak ni jalan saya tak dengere, isap itu. SRS, ala fasih. 100%. Gigi poa. 100%. Thank you very much. We gaan afsluiten, mensen. En we zijn er volgende week zondag weer met een nieuwe Orobal Mantori. En hebben we weer een van de old legends hier om ook zijn story aan u te brengen. Een fijne zondag verder, stay safe. En tot de volgende keer. Goedemiddag.